Volgende? De volgende is André Brilleman. Nee. Een heleboel erg goede gevechten, zelfs tegen twee kampioenen van Japan gevochten en gewonnen. En hij vecht nu tegen Emmanuel Ashishima. Emmanuel Ashishima is een Franse Safat-jongen, die ook een tijdje gekickbokst heeft in ieder geval. Is Europees kampioen Safat en volcontactkaraat op het ogenblik in zijn gewicht. Is een jongen van iedereen weet dat hij de hardste rechtse directe van heel Europa heeft. Dus daar schuilt zijn gevaar in. Maar hij is optimaal voor voorbereid, dacht ik. Ben je er doorheen lopen door zo'n klapje? Nou, ik dacht dat ik er omheen ging lopen en hem dan, en dan een pak slaag zou gaan geven. Hoop ik dan. En jij bent van origine toch judoka? Zo ben je toch begonnen? Nou, ik ben van de origine, ben ik Fransman. Ja. En ik heb judo getraind, jiu-jitsu en karate, taijitsu, van alles heb ik gedaan. Maar als judo heb je toch ook vrij hoog gevochten in Nederland altijd, hè? Ja, ik had in de selectie 14, 15-jarigen gezeten en zo. Maar ik... kickboksen is het leuke.